Hey, en dan zijn ook, het laatste nieuws is dat er, want daar kwamen ook wat vragen over, dat er steeds meer bedrijven die Rusland sancties uh, omzeilen. Ja, die dachten, sterker nog, er blijken tal van bedrijven gewoon helemaal niks aan gedaan te hebben. Die zijn gewoon besloten we blijven. Ja. Die ING had toch ook gezegd, van, ja wacht eens even, we hebben zoveel geld uitgeleend in Rusland. We willen wel blijven, want anders pikken ze het gewoon in. Ja. We willen onze centen terug, zo dat werkt. Je kunt altijd wel een lollig excuusje verzinnen natuurlijk. Maar je ziet hoe moeilijk het is. Heb je niet dat idiote verhaal gelezen? Dat, dat, dat de buurlanden van, van Rusland op grote schaal wasmachines en andere huishoudelijke apparatuur bestellen. Vanwege de chips die erin zitten. Dus die afwasmachines worden daar neergezet. En dan wordt de hele elektronica uitgerukt. En kennelijk kunnen ze dan simpele drones uitrusten met de, met de chips van, van afwasmachines. Hmm. Of gewone wasmachines, want ja, we hebben ook zo'n wasmachine, maar je hebt niet zo'n wasmachine met zo'n zo scherm ook. Ik bedoel, ja. er zit daar gewoon een computerscherm op. En dat is een oude west met zwart met groene, de, groene dingetjes. Ja, ik herinner me dat IBM-ding nog op het instituut, zijn klote ding. Ja, dus kennelijk zit er ruim voldoende... Hoe kom je aan chips? Direct kun je ze niet kopen, maar je kunt ze wel slopen uit allerlei apparatuur waar chips in zitten. Ja, ja. En de kosten van een wasmachine zijn natuurlijk op de, gerekend op de kosten van, van een, 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 hoe heet het, een militaire drone, zijn die verwaarloosbaar. Ja. Ik weet niet wat een wasmachine kost, maar een paar honderd euro neem ik aan. Maar ja. na nou die bedrijven die dus die sancties omzeilen, wordt dus onderzoek naar gedaan. En mogelijk levert dat ook uh, een strafopboete of uh, ja, ja, wel, wat doe je dan? Plotseling is de, de import in Turkije enorm toegenomen en de export van Turkije is ook enorm toegenomen. Ja, hoe zou dat, er, hoe zou dat nou komen? Hè? Ja, dat komt hierdoor. Maar vind je het goed dat ze het aanpakken of zeggen je kunt je tijd wel beter besteden? Dit heeft geen zin. Ze willen Rusland natuurlijk pijn doen. Dat kan alleen maar als je dus echt die lijnen ook echt doorsnijdt. Ja. Nou ja, ik zou simpelweg eens kijken. Je ziet nu dat, dat Rusland op zichzelf heel creatief gereageerd heeft op die sancties. Dat staat dan een paal boven water. Rusland wordt ook, laten we zeggen, financieel technisch goed gerund, heb ik begrepen. Eh, kijk dan eens waar, waar de zwakke plekken zitten. En kennelijk hebben we tot toe nog niet, niet scherp genoeg gekoerst op de zwakke plekken. Misschien moet je dat dan toch doen. Wat zijn de zwakke plekken van Rusland? Nou ja, die kunnen nu die, in allerlei opzichten. Is dat gebleken? Dat een aantal firma's dat niet van die sancties heeft aangetrokken. Eh, dat, dat misschien moet je toch de, de omvangrijk gestegen export van en naar Turkije. Misschien moet je je eens afvragen hoe zinvol die eigenlijk precies is. En wat er met die machines en niet alleen Turkije trouwens, maar ook al die andere randrepublieken, zal ik maar zeggen. Die bleken dit verschijnsel te vertonen. Dus op zichzelf is het heel interessant. We hebben nu gezien dat die omvangrijke en aanvankelijk toch indrukwekkende sancties niet bijster veel hebben opgeleverd. Nou, kijk eens hoe je het beter zou kunnen doen. Maar goed, het blijft een kademijspel. Ja, het blijft een kademijspel. Je ziet dat, 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 er, dat er zoveel wegen zijn om. En Heineken hebben we eerder al gehad. Die ja. blijven gewoon doorgaan Heine, daar. Ja. Die profiteren zelfs. Ja, hoe, hoe is het ook alweer? Ja, leiden veel wegen naar Rome. En dat zal in dit geval ook wel zo zijn. Ja, maar dan is het dus de dus kern. Het is lastig om Rusland echt pijn te doen. Met in ieder geval deze. Nou, denk op de lange termijn. Ja, dat werd vorig jaar ook gezegd. We mogen nu toch wel over de wat langere termijn spreken, toch? Nou, wat is een jaar? Een jaar is niks. Ja, ja Rusland verliest natuurlijk veel hogeschoolpersoneel. Nee, het is. Uh... Er was, was ook zo iemand die werd geïnterviewd, ook een, een econoom die Rusland doseerde in Moskou. Wat de oudere oude vrouw die zei, ja, het gaat, dat is inderdaad, hebben ze zich vergassend goed aangepast. Maar als je kijkt naar structurele ontwikkelingstendenzen in de Russische economie, dan gaat toch eigenlijk alles uiteindelijk de verkeerde kant op. Ja. Maar wat denkt zij dan aan? Nou ja, dat, je, dat je natuurlijk je hele productieapparaat scheef getrokken wordt door zo'n zo oorlog. En omdat natuurlijk het productieapparaat van Rusland inherent beperkt is. Nou ja, dat, eh, ik las weer die opmerking van Obama, die een gigantische woede had veroorzaakt in, in Rusland. Ja, misschien had hij het achteraf beter niet kunnen zeggen. Ja, die heeft nog eens gezegd, ja, hoe je er ook over denkt. Rusland is een tweede angstbehoogdheid. Mm. Rusland is er maar een grote behoogdheid. Dat was het wel, maar is het al lang niet meer. Mm. Nou, dat heeft in Moskou een gigantische boede geleid. Daar haalt hij natuurlijk het grootste gelijk van de wereld in. Dat hebben we ook al eerder besproken trouwens. En dat betekent dat uiteindelijk natuurlijk ook op de lange termijn... De problemen voor Rusland ook gaan toenemen. Denk ook aan ammunitieproductie. Maar dat is ook in het westen een probleem. Was het ook alweer... Oekraïne schiet per maand de granaten af waar die Amerika een jaar productie voortbrengt. Nou ja, dan voel je wel dat er al heel snel tekorten zullen ontstaan.